Goedenavond iedereen, ik ben Miss Nicole de Knok en ik ben de artistieke leidster van de verkiezing van Miss Drag Queen de Pannen. We zijn hier vanavond op de persvoorstelling en op deze avond zullen alle kandidaten zich voorstellen aan de aanwezige pers en ook aan de mensen die aanwezig zijn. En ze zullen ook allemaal een nummertje brengen. Ik weet het eigenlijk niet meer zeker, maar ik denk dat het zesde jaar is ondertussen. De verkiezing bestaat al 11 jaar, maar na een paar jaar hebben ze mij gecontacteerd eigenlijk om de artistieke leiding op mij te nemen en ook om kandidaten en zo te zoeken. Nee, het is de bedoeling dat de mensen toch wel iets van ervaring hebben, want Podium in de Pan is een redelijk groot podium. En ik moet zeggen, als ze daar voor de eerste keer een nummertje gaan brengen, heb je het nog nooit gedaan dat een probleem zou geven. Dus we zoeken wel mensen die toch enige ervaring hebben. We zijn de tweede grootste verkiezing in België, dus we moeten toch wel iets van kwaliteit brengen naar de mensen ook natuurlijk. Begin bij mij eigenlijk dus het eerst met zoeken van kandidaten en dan eigenlijk de volledige avond gaan samensteken. Dus ik maak de draaiboeken, ik doe de presentatie ook de avond zelf. Ik zoek dan ook de tussenacts, want we zitten altijd met een paar gaten die we moeten opvullen. Dus ik kijk dan ook voor de tussenacts. Eigenlijk al hetgeen wat rond de travesties hangt, komt eigenlijk bij mij terecht. En hoe lang ben je daar zelf al mee bezig? Ik zelf stond dit jaar 15 jaar op de planken. Dus ik heb toch wel enige ervaring voor op een podium te staan. En verkiezingen, ja, ik doe er eigenlijk verschillende. Miss Drag Queen de Pannen is een van de grootste die ik organiseer. Maar ook Miss Badjes en Roeselare is een van mijn verkiezingen. Dus er zijn er wel een aantal dat kan, dus ik weet wel ongeveer hoe dat in elkaar zit. Dat was eigenlijk heel dom gekomen een keer met carnaval. En je moet je dan verkleden en dat was van ja, ik ga mij verkleden in een meisje. En de mensen vonden dat leuk en ze vonden dat tof en doet dat een keer bij ons ook. En van het een komt het ander en op den duur, ja, kun je niet verder of ja, verder gaan en meer nummers doen en grotere kleren kopen. En ja, de bom ontploft dan natuurlijk en nu zitten we thuis met een garagebox vol met kostuums en met pruiken en staan we iedere week eigenlijk op de planken. Dus ja, maar ja, zolang dat leuk blijft, ga ik er zeker mee blijven doorgaan. Ja, absoluut, absoluut. Dat is iets dat moet in u zitten. Oké, mensen die dat willen doen, maar die het niet echt door gebeten zijn. Je kunt heel veel aanleren, maar eigenlijk moet echt wel van binnen komen. Als je op een podium staat, moet je eigenlijk echt wel kunnen u volledig geven. Een vriendelijke dame, een vriendelijk meisje die met de mensen spreekt, maar die natuurlijk een variatie heeft aan haar nummers, die zowel komische nummers kan brengen, maar ook hele grote pluimennummers. Ook een aantal imitaties, eigenlijk altijd wat je eigenlijk van een travestie verwacht. Moet eigenlijk in mijn Miss Drag Queen in de Pannen zitten. Maar zelf heb ik er natuurlijk geen beslissing over. Ik heb een jury die voor mij beslist. Dus ik moet mij altijd neerleggen bij hetgeen wat de jury zegt. Maar ik moet zeggen, tot nu toe heb ik nog nooit eigenlijk gezegd van ik heb geen goede miss gekregen. Een hele grote verkiezing. Ik heb er al zeker 5 kandidaten. Dus we zitten daar al heel goed mee. Ieder jaar evolueren we zelf met onze verkiezing ook. Zeker naar decors toe en naar belichting gaan we ieder jaar een stapje verder. Dus ik voorzie weer een hele grote verkiezing. En voor de mensen die komen kijken, een hele fijne avond. Dank je wel en nog veel succes. Dank je wel.